kunt u een mop vertellen? Een mop? Ja. Jeetje. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Ik ben nu vooral zenuwachtig, want jullie hebben allemaal vragen voorbereid. Maar voor de verkiezingen, nee, niet zenuwachtig, maar wel gespannen. Dat je goed, net zoals voor als je een proefwerk moet doen of een overhoring hebt, dat je wel eventjes duidelijk geconcentreerd bent. Wilde u vroeger al beroemd worden? Nee, absoluut niet. Nee, het is ook een beetje, het komt erbij. Ik zat in de lokale politiek, nou, dan kennen niet veel mensen je. Maar nee, dat was niet mijn doel. Kijk, als je nou heel goed kan voetballen of je speelt in films, maar in de politiek beroemd zijn, mwah. Weet je, het is ook voor mijn eigen kinderen helemaal niet zo leuk. Want ik heb natuurlijk een achternaam die niet veel voorkomt. Dus die krijgt de hele tijd de vraag, is het je vader? Nou, dat vinden ze maar matig interessant. Was u goed op school? Ik was niet goed en niet slecht op school. Ik haalde 7's. Maar ik vind altijd mensen die 7's halen, die werken er tenminste hard voor. Want die hebben altijd het idee, ik moet. Terwijl degene die altijd 9's hebben, ik weet niet, hebben jullie in de klas zitten? Die altijd 9's, of halen jullie zelf altijd 9's? Nou, niet. Meestal altijd verschillende cijfers. Ja. Maar wat vind je van mensen die altijd 9's halen? Ja, dat ze goed hun best doen. Ja. Ik vond ze altijd, ik heb wel eens een 1 gehad. Maar dat was toen ik had voorgezegd. Ja, toen was het rang 1. Kreeg je ook straf? Ik ben er wel eens uitgestuurd, ja. Nee. Niet veel, maar wel eens. Haalde u wel eens kattenkwaad uit? Jazeker. En nu wil je zeker weten wat? Ja. Ik weet niet helemaal precies. Ja, ik heb een keer... ik zat in Rotterdam op school. En daar kon je van die glazen buisjes kopen. En als je dat kopje afbrak, dan ging het ontzettend naar rotte eieren ruiken. En dat heb ik een keer tijdens het begin van een proefwerk Frans, heb ik dat buisje onder de tafel van de docenten neergelegd. Stinken. Maar ja, gevolg was dat wij moeite hadden om dat proefwerk te maken. En zij heeft er geloof ik niet zoveel last van gehad. En bent u wel eens gepest? Ja. Ja, ook. Waarmee? Jeetje. Met mijn ogen, die stonden vroeger vooral zo. Die hingen nog iets meer. Ik heb vrij grote ogen, maar die hingen ook wat omlaag. Zo. En heeft u buitenlandse vrienden? Ja, ik heb in de fractie mensen die, ja, buitenlands, die een achtergrond hebben die niet helemaal terug is tot Nederland. Iemand uit Marokko, iemand uit Turkije, iemand uit België. Nou, die pesten we wel hoor, die Belg. Wat moeten wij weten over D66? Dat het een partij is die goed voor de scholen is. Mijn dochter die zei een paar jaar geleden, jij wil meer school. Toen was ze heel boos. Toen zei ik, nee, ik wil betere scholen. Oh, nou, dan vond ze dat wel goed. Als u straks mag kiezen welke minister u wordt, welke wordt het dan? Het liefste de minister van Algemene Zaken. Weet je wie dat is? Nee. De minister-president. En waarom? Omdat dat is, ja, kijk, dat is net zoals als je gaat sporten. Dan kan je brons winnen, zilver of goud. Nou, dat is goud. Dus daar ga ik voor. Maar als het zilver wordt, ben ik ook tevreden hoor. Maar ik ga voor goud. Zouden kinderen ook mogen stemmen? Nou, nu mag je stemmen als je 18 bent. En ik heb wel eens een voorstel gedaan, toen ik minister was, dat ik zei, dat moet eigenlijk wat omlaag, naar 16. Omdat we heel veel mensen, de mensen worden steeds ouder, dus we hebben heel veel mensen die hun eigen belang verdedigen door te gaan stemmen. Die oud zijn, we hebben zelfs een partij voor oudere mensen. Maar we hebben geen partij voor jongere mensen, dus ik zou nog steeds vinden dat wat jonger mensen wel moeten stemmen. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon? Jazeker. En welke? Van die kaartspelletjes, dat je in een snel tempo kaartjes op elkaar, speelkaarten op elkaar moet leggen. Maar niet zoveel hoor. Niet zoveel als mijn dochter, die zit er de hele dag op. Houdt u van grapjes maken? Grapjes? Ja, ik vind humor is wel leuk in het leven. En kunt u een mop vertellen? Een mop? Ja. Jeetje. Ken je dat verhaal van die man die bij de dokter komt en zegt, dokter, elke keer als ik thee drink, heb ik last van mijn oog. Zegt die dokter, dan moet je de volgende keer het lepeltje eruit halen. Nou, hij komt niet echt aan, hè? Nou, volgens mij gaat dat lepeltje dan in zijn oog. Ja, dat is de grap. Maar als je grap moet uitleggen, oh jeetje, nee, dan valt hij niet.
Nou, jij vindt hem toch wel een beetje leuk, ja, hè? Alsjeblieft. Ja, dank. Recht gelukkig. Mag ik een Snapchat-foto met u maken? Tuurlijk. Welke wilt u? Ja, dit vind ik prima. Oh, ja, 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 dit, ja, dit is hem wel. Oké. Okay. Lachen. Is die mooi? Ja. Jij wordt er mooier op.